Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op vrijdag 19 juli. Vandaag is het een rustige weerdag met een afwisseling van wolkenvelden en zon. En op de meeste plaatsen blijft het ook droog vandaag. Vanochtend is het zo'n 17 tot 19 graden en waait er een zwakke tot matige zuidwestenwind. Heel misschien dat er vanmiddag in het noorden of westen van het land een enkel buitje valt, maar veel stelt het niet voor. Temperaturen tussen de 23 en 25 graden. De wind blijft uit het zuidwesten waaien en is overwegend matig. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wel toe en aan het eind van de avond kan er misschien wat regen vallen. Morgen een heel ander weerbeeld. We krijgen dan te maken met een aantal pittige buien die vanuit het westen het land binnenkomen. In het oosten van het land kan eerst nog wel even de zon schijnen en dan kan de temperatuur nog oplopen naar zo'n 25 tot 27 graden. De buien morgen die kunnen overigens gepaard gaan met hagelonweer en windstoten. Zondag is het dan weer een stuk rustiger en wordt het 21 tot 25 graden. En volgende week wordt het erg warm. Dinsdag op veel plaatsen al tropisch warm. Met temperaturen tussen de 28 en 32 graden. En ook de dagen erna zien er zeer heet uit.